Voordat bouwprojecten kunnen beginnen, moet altijd eerst archeologisch onderzoek gedaan worden. Zo ook op dit braakliggende terrein bij de Klokkenslagstraat in Druten, waar 125 woningen gebouwd gaan worden. Dus vandaar dat we hier nu proefsleuvenonderzoek aan het doen zijn. Er is hier al eerder vooronderzoek gedaan door middel van boringen. En daaruit bleek dat er de kans best groot is dat er hier een paar archeologische vindplaatsen in de bodem zitten. En dat proberen we nu eigenlijk beter in kaart te brengen. Dus dit is nog niet een definitieve opgraving. Maar we zijn nu aan het kijken, is er inderdaad sprake van vindplaatsen? En waar liggen ze dan? Hoe diep liggen ze? Hoe ver zijn ze verspreid? Hoe groot zijn ze? Dus dat proberen we nu uit te zoeken. En er zijn nu al vondsten gedaan. Er worden hier nu verschillende proefsleuven aangelegd. En in een paar proefsleuven hebben we inderdaad al wat archeologische sporen en wat vondsten aangetroffen. En die lijken vooral op dit moment uit de Romeinse tijd ijzertijd te zijn. Dus dan zit je zo'n 2000 jaar geleden, 2500 jaar geleden, ongeveer die periode. Het duurt nog lang voordat er gebouwd gaat worden, maar toch gebeurt dit onderzoek nu al. En dat heeft een goede reden. We proberen altijd in een zo vroeg mogelijk stadium te weten wat er zich in de bodem bevindt. Daarom doen we dit nu, ruim voordat er gebouwd gaat worden. Dus dan hebben we ook altijd nog de tijd om te gaan beslissen, ja, wat gaan we daarmee doen? In principe zegt de wet dat je archeologie moet beschermen, het liefst in de bodem. Maar ja, er zijn ook andere belangen. En dus als er gebouwd moet worden, dan kan het best zo zijn dat je besluit om het dan te beschermen door het uit de bodem op te halen, door op te graven en daar een archeologisch rapport van te maken om alle gegevens vast te leggen. Dat juist deze plek is uitgezocht voor archeologisch onderzoek, is geen toeval. Iedere gemeente heeft dat eigenlijk, dus Druten heeft dat ook, een archeologische verwachtingskaart. Dus daar kun je al een beetje op zien waar terreinen zijn waar je echt wel een vindplaats kunt verwachten. Dus daar gaan we eigenlijk altijd al wel kijken door middel van booronderzoek. En als dat nodig is, daarna ook proefsleuvenonderzoek. We leggen van tevoren aan de hand van de gegevens uit die boringen, weet je al een beetje op welke diepte je bepaalde archeologische niveaus zou kunnen vinden. Dus dan gaan we met de graafmachine gaan we laagje voor laagje alles afschaven bijna. Zodat je langzaam kunt zien of er sporen tevoorschijn komen. En zodra je die in beeld krijgt, we zijn natuurlijk steeds ook met een metaaldetector bezig. En er staat altijd iemand bij om goed te kijken wat er gebeurt in de bodem eigenlijk.